Hi Maagd, leuk je kijkt naar de Korte Weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 52. En dat is van maandag 27 december tot en met zondag 2 januari. Zo de kaarten schudt om te kijken wat die laatste week van het jaar voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Maagd alsof deze week voor jou een week is waarin je dingen heel graag in evenwicht wil houden. Je lijkt het dingen ook gewoon te accepteren zoals ze komen, mensen te nemen zoals ze zijn. En ik heb het idee dat dat echt een stuk is voor jou wat heel veel rust gaat geven. Wat je ook hele leuke ervaringen mee gaat geven. Wel heb ik het idee dat je voor jezelf naar de toekomst toe wat meer actie gaat willen. Nu lijkt het eigenlijk allemaal heel goed te vinden. En ik heb het idee dat je er misschien vooral wel voor anderen gaat zijn. En je wilt voor jezelf eigenlijk ook weer een beetje gaan kijken hoe je nu de dingen voor jezelf kan gaan oppakken. Hoe je bij jou wat meer richting kan gaan geven. Daar lijkt deze week ook echt super geschikt voor te zijn. En ik heb ook het idee dat je het misschien wel samen met anderen kan gaan doen. Dit was alweer de Korte Weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week. En fijne jaarwisseling.